Besturen. Besturen is een schone taak. Al sinds de Heere 17 werd er bestuurd. En veel van die bestuurders die zagen dat als een dankbare taak. Je deed iets voor de samenleving. Het was een goed doel. Je trok eens aan je sigaar. Dronk eens uit je glas cognac. En zag dat het leven goed was. De rijpere leeftijd die speelde de heren vaak parten. Dus het was vaak hun laatste functie voordat ze de eindigheid betraden. Nou ja, alle gekheid op een stokje. Dit is appelsap. En roken, daar heb ik het nooit zo mee gehad. Dus ik leg hem heel even weg. De vraag die je kan stellen als je de laatste jaren kijkt, de laatste tijd, zelfs deze laatste week. Wat is de rol van besturen? Welke verantwoordelijkheid dragen ze eigenlijk? Wanneer zijn de besturen nog echt die toezicht houden op datgene wat er gebeurt binnen hun organisatie? Is het een onderwijsinstelling of is het een voetbalclub? Bij de ene organisatie kan je praten over professionaliteit, mannen en ook vrouwen van wie je iets mag verwachten in een controlefunctie. En in de andere situatie heb je goedbedoelende amateurs. Mannen en vrouwen die hun werkzaamheden nog hebben en zich s'avonds nog spoeden naar hun club en zich daar inzetten voor hun bestuurstaak. Zijn zowel de professionals als de amateurs zich wel bewust van hun verantwoordelijkheid? Een verantwoordelijkheid die steeds meer vormen aanneemt in onze maatschappij. De gevolgen zijn er niet meer alleen voor je vereniging, de gevolgen zijn er ook voor de samenleving. Wie draagt die verantwoordelijkheid? Wie voert de controlefunctie uit? Wie durft zijn nek uit te steken of haar nek uit te steken in het belang van de organisatie, de club, de vereniging? Maakt niet uit wat die ze vertegenwoordigen. Besturen is niet meer iets wat je erbij doet. We kennen de term corporate governance, prachtige term, misschien een wollige term, maar wat betekent het voor de praktijk? Het zou goed zijn, denk ik, voor alle betrokkenen in ons land, in welke bestuursfunctie dat je ook zit, dat we echt eens het besturen gaan benaderen vanuit een werving- en selectieprincipe. De juiste man, de juiste vrouw, de juiste plaats. En het die waarde en die erkenning geven die ze ook werkelijk verdienen. En alle onvoldoende opgeleide professionals, maar ook alle amateurs, misschien moeten we hen wel tegen zichzelf beschermen. Het blijkt steeds meer dat het erg nodig is. Daarover de entry vandaag in het Management Pro blog. En ja, met de vraag, wat is de rol van het bestuur? En wie draagt de verantwoordelijkheid? En dat glas cognac en die sigaar, die laat maar zitten.